basis van vorig seizoen ben ik natuurlijk wel het toptalent in Nederland op dit moment. Maar weet je, ik ben er nog niet. Dus ja, het is nu aan mij om te laten zien dat ik meer dan dat ben. Goed, dan is het nu tijd voor het team Jumbo-Visma Pro Team. Mag ik een hartelijk applaus voor Antoinette de Jong, Bo Snelling, Joep Wennemars, Reina... Het afgelopen seizoen, ja, dat was voor mij toch wel een beetje mijn doorbraak. Het begon eigenlijk al op het NK Senioren, waar ik voor mezelf een hele grote persoonlijke record reed. Toen mocht ik Junioren World Cups rijden. Het mooiste was denk ik toch wel de wereldtitel Junioren Allround. Want dat is wel een beetje zeg maar, het hoogst haalbare voor een junior. Dus dat was echt heel gaaf om mee te maken. En daarna natuurlijk de stappen naar Jumbo-Visma was voor mij ook echt heel gaaf. Toen Jumbo-Visma eenmaal belde, toen Jack Ory aan de lijn kreeg, toen was ik wel gauw verkocht. Jack kon mij gewoon heel goed uitleggen hoe hij over mij denkt en wat hij denkt dat wat ik kan bereiken. En ook hoe we dat dan gaan doen. En dat hij dat zo goed aan mij kon uitleggen, had ik daar gewoon meteen een goed gevoel bij. En ja, Jumbo-Visma was eigenlijk altijd al wel zeg maar, de ploeg waar ik graag heen had gewild. Dus ik dacht van, dit moet ik gewoon doen. En tot nu toe nog zeker geen spijt van. Meestal sta ik gewoon redelijk op tijd op en begin ik gewoon op tijd met vaak fietsen in de ochtend en in de winter schaatsen 's ochtends. Dus ik ga dan doen mijn eerste training in de ochtend en dan in de middag is er gewoon eventjes wat rust. Even goed wat eten en eventjes, vaak even wat even voor school doen of eventjes nog op de bank hangen. En dan de tweede training van de dag. Dat, ja, het verschilt natuurlijk per dag. We doen ook krachttraining, we doen ook skiën in de zomer. Maar zometeen in de winter is het eigenlijk gewoon elke dag 's ochtends schaatsen en dan meestal in de middag fietsen of kracht. Hey boys, kom aan. 9-0, 9-1. Op basis van vorig seizoen ben ik natuurlijk wel het toptalent in Nederland op dit moment. Maar weet je, ik ben er nog niet. Het is heel leuk om het talent te worden genoemd. En dat ik heb natuurlijk hele mooie tijd gehad bij de junioren. Maar ja, daarna, dan, als je dat hebt gehad, dan denk je meteen verder. Dan wil je meteen door. Dus ja. Het is nu aan mij om te laten zien dat ik meer dan dat ben. En of dat nu al zo snel gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Maar ik heb er zeker alle vertrouwen in. Je bent natuurlijk de zoon van. Is dat lastig? Of heeft dat juist een voordeel? Ik denk dat het meer voordelen heeft dan nadelen. En ik probeer er gewoon de vruchten van te plukken. Hij is eigenlijk altijd al een soort van mijn coach geweest, zeg maar. Ik bespreek eigenlijk gewoon alles met hem wat te maken heeft met sport. Maar ik moet zeggen dat nu sinds dit jaar, sinds dat ik dus bij onder Jack train, dat hij het ook wel begint los te laten, zeg maar. Want ja, ik ben nu gewoon op de plek waar ik eigenlijk altijd al had willen zijn. Dus ik merk dat hij daar ook wel een soort van vrede mee heeft. En dat het iets minder intensief is geworden. Maar ja, weet je, ik bel nog steeds elke dag. Dus we hebben het wel over van alles en nog wat. En is hij dan vaak kritisch? Of? We zijn niet per se kritisch. We zijn eerlijk tegen elkaar. Want als je niet eerlijk tegen elkaar bent, dan heb je sowieso niks aan elkaar. Dus hij zegt gewoon wat hij ervan vindt, ik zeg wat ik ervan vind. En ik denk dat op die manier dat we wel een vrij goede relatie hebben, ja. Vorig jaar reed ik gewoon elk weekend talloos veel wedstrijden. Dat op een gegeven moment breekt dat je wel op. Maar ik ben zeker wel van plan om gewoon nog een beetje breed te ontwikkelen. We fietsen nog steeds veel en ik ben ook wel van plan om nog een allround toernooi te gaan rijden. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat over een paar jaar, als ik ergens op ga presteren, dat het wel de 1000 en de 1500 zullen zijn. Want ja, daar ligt toch wel mijn potentie, denk ik. De ultieme droom is natuurlijk Olympisch goud. Maar die vraag krijg ik natuurlijk ook heel vaak. En dan krijg je meteen headlines van, Joep Wennemars wil zijn droom van Olympisch goud. Dat vind ik altijd een beetje te makkelijk, want ja, weet je, het gaat gewoon in stappen. Je moet eerst een aantal andere dingen bereiken voordat je daar voordat het realistisch wordt. Maar natuurlijk is dat de jongensdroom en dat zou heel gaaf zijn als het ooit mag lukken. Maar ja, er komen nog heel veel dingen daarvoor.